Vandaag heb ik een video over jullie en dit keer ga ik het hebben over de meest gênante momenten. Ik ben op dit idee gekomen omdat als ik een Q&A wil doen en ik zeg tegen mensen, hey, stel vragen, krijg ik eigenlijk altijd wel de vraag van één iemand, wat is jouw meest gênante moment? En als ik er dan eenmaal over na ga denken, dan kom ik erachter dat ik er eigenlijk behoorlijk veel heb. Ik ben gewoon een lomp persoon. Ik ben gewoon echt verschrikkelijk awkward. Ik kan heel awkward zijn. Ik kom in eerste instantie niet zo over, hoop ik tenminste. Maar als je eenmaal lang met me omgaat, dan weet je dat ik echt verschrikkelijk lomp kan zijn. Ik maak echt de meest gênante dingen mee. En vandaag ga ik mezelf gewoon voor lul zetten. En die vertellen op YouTube. In ieder geval enkele die ik me nog kan herinneren. Dus laten we maar gewoon snel beginnen. Het eerste gênante moment is iets wat me wel heel erg lang is bijgebleven. Het gebeurde in de brugklas. Het was volgens mij de tweede dag. Dus je hebt zeg maar van die introductiedagen. En in die dagen leer je klas kennen. Leren mensen jou kennen. Dus ik vond het heel belangrijk dat ik een goede eerste indruk achterlaten. Nou, dat ging niet helemaal volgens het plan. Ik ben iemand die heel slecht tegen naalden kan. Op zich wel tegen bloed, maar eerder gewoon tegen medische dingen. Ja, daar val ik van flauw. Ben ik trouwens ondertussen wel redelijk overheen gegroeid. Ik kan er nu wel beter tegen dan vroeger. Maar in de eerste, toen ik 12, 13 jaar was, kon ik daar gewoon heel erg slecht tegen. Nou was er het geval dat er een meisje in mijn klas zat met suikerziekte. En zij moest zichzelf prikken een paar keer per dag. En zij ging uitgebreid op de tweede dag uitleggen hoe zij zichzelf prikte in haar buik met die naald. Dus ik dacht, oh god, dit is niet oké. En voor ik het wist, lag ik gestrekt op de vloer. Nou, de hele klas natuurlijk meteen in paniek. Ze dacht dat ik te weinig had gegeten of dat het gewoon helemaal niet goed met me ging. Ja, dat viel dus uiteindelijk wel mee. Maar ja, dat was natuurlijk wel een shock. En uiteindelijk was het gesprek van de dag dat er een meisje in de eerste was die was flauwgevallen. Hey, super. Echt perfecte eerste indruk achtergelaten. Dat heb ik echt wel altijd iets heel vervelends ervaren toen. Een ander ding, ook eigenlijk op school, was sportdag. Ik geloof dat ik in de derde klas zat en we hadden sportdag buiten. Het was super lekker weer, het was zomer. Dus we hadden allemaal korte broekjes aan, bikinis, gewoon chill. En tijdens die sportdag voelde ik een beetje ja, mijn buik rommelen en zo. Ik dacht, not now. Je kan het al raden, ik werd ongesteld. Midden op sportdag, met een kort broekje aan, in het water. Jee, perfecte situatie. En aangezien het onverwachts was, had ik niks mee. En ja, was ik behoorlijk doorgelekt eigenlijk. Ja, weet je, doorlekken kan gebeuren, heeft iedereen wel eens gehad. Of in ieder geval de meeste meiden misschien. Maar dit was wel echt een rot situatie. En ik had natuurlijk een kort broekje aan, dus ik zag het gewoon echt heel mooi zitten. Ik ben toen echt gewoon super snel naar huis gefietst. Ik heb gedoucht, ben ook niet meer teruggekomen naar de sportdag. Ik dacht, nee, ik ga mijn gezicht daar niet meer laten zien. Volgens mij hadden achteraf mensen het niet eens door. Het is eerder dat je zelf heel erg in paniek raakt, terwijl andere mensen daar natuurlijk niet eens op letten. Maar oh, ik vond het echt verschrikkelijk gewoon. En dat broekje heb ik uiteindelijk ook weg kunnen gooien. En het was echt gewoon mijn lievelingsbroekje. Dus dat was ook behoorlijk balen. Een ander verhaal, en dit is ooit op vakantie gebeurd. Ik heb hier ooit een vlog over gemaakt. Echt 2 jaar terug of zo. En die is toen heel erg vaak bekeken. Dus ik dacht, nou, ik deel het verhaal nu ook maar gewoon. Want het is op zich ook best wel hilarisch. Ja, ik ben ook met mijn ouders op vakantie gegaan. Ik was geloof ik in Duitsland of zo. Hoe oud ik was, weet ik niet meer. Ik geloof iets van 1 jaar of 13. En we zaten in een restaurant en ik moest naar de wc. Ik ging naar de wc toe en er was gewoon zeg maar 1 wc. En dan had je dus een zit-wc. En aan de, zeg maar, er tegenover zat zo'n mannenpot, weet je wel. Gewoon in 1 hokje. En op die pot stond heel duidelijk niet op de knop drukken, zeg maar. Dus niet doorspoelen. Dus ik zat daar tegenaan te kijken. Ik dacht, ja, hoezo niet? Waarom staat het er? Ik bedoel, als er een briefje staat met niet doen, dan is het natuurlijk heel verleidelijk om het wel te doen. Dus ik dacht, nou, dat kan heus geen kwaad. Geen idee waarom ik dit dacht, maar goed. Dus ik dacht, nou, ik trek gewoon door, kijken wat er gebeurt. Het hele hokje liep vol met water. Dus ik begon natuurlijk meteen te stressen. Ik dacht, oh god, waarom heb ik dit gedaan? Why? Dus ik ben toen meteen het hokje uitgelopen. Heb gedaan alsof er niks aan de hand was. Ik deed de deur dicht. Ging gewoon weer zitten in het restaurant. Ondertussen zag je echt gewoon al het water naar buiten komen. Uiteindelijk gingen allemaal medewerkers daarheen om het te fixen. En ja, ben ik uiteindelijk maar snel het restaurant uitgegaan. En heb nooit verteld dat ik het was. Ik ben ooit met iemand anders de Starbucks, of nou in ieder geval bijna met iemand anders de Starbucks weggelopen. Ik stond op het station, het was best wel vroeg en ik had gewoon mijn dagelijkse dosering koffie nodig. Ik was gewoon nog niet wakker en ik wachtte zeg maar bij die, ja, bij dat balie dingetje waar je dan op moet wachten voor je koffie. Uiteindelijk liet die medewerker dat er iets klaar was. Ik was helemaal niet aan het luisteren. Ik dacht, nou, die zal wel voor mij zijn. Dus ik pak hem op, loop gewoon leuk weg. En opeens hoor ik achter me, hey, die is van mij. Ik echt zo... wat? Dus ik draai me om en inderdaad, het was een koffie van iemand anders die helemaal niet van mij was. En mensen zaten me er echt aan te kijken van,
Girl, get your shit together. Wat ben je aan het doen? En het laatste verhaal was in mijn examenjaar gebeurd. Als je examens hebt, of zeg maar als je ze hebt gehad, dan heb je vaak heel veel feestjes. Elk weekend van mensen die, ja, dat je gewoon viert dat de examens voorbij zijn. Dus dit was volgens mij een van die feesten. Of het was een verjaardagsfeest, maar in ieder geval ergens rond die tijd. En toen ging ik daar met een vriendin naartoe. Nou, het was allemaal hartstikke gezellig. Het was een hele leuke avond. En we stonden in een soort van... Het was zeg maar een soort van... Nou, het was geen discotheek, maar het was wel ergens in een ruimte waar het gewoon donker was. En een vriendin en ik die hadden echt heel erg veel lol. En wat ze toen uiteindelijk heeft gedaan, ik weet ook niet meer waarom, is dat ze me vol een zuigzoen gaf op mijn wang. Ik weet niet of jullie weten denk ik allemaal wat een zuigzoen is. Dan zuig je zeg maar heel erg hard aan iemand zijn huid en dan krijg je uiteindelijk een plek te zien. Ja, soms doe je dat op plekken waar je dat natuurlijk niet ziet, maar zij deed het gewoon vol op mijn wang. Ja, toen op dat moment kon ik er heel erg hard om lachen. Ik dacht, joh, het zal wel niet zo erg zijn. Totdat ik de volgende dag wakker werd, ik had echt gewoon twee hele blauwe plekken op mijn wang. Het zag er echt verschrikkelijk uit. Ik heb in die tijd ook gewoon geen video's kunnen opnemen. Ik heb volgens mij echt gewoon een week niks kunnen doen. Omdat het er namelijk uitzag alsof ik in elkaar geslagen was. Dus toen ging ik naar school. Ik heb het nog geprobeerd te bedekken met make-up, maar dat ging natuurlijk niet echt. En ik heb gewoon 5 docenten gehad die naar me toe kwamen en die vroegen: "Let, gaat het wel goed met je? Is er wat gebeurd?" En dan moet je dus heel erg leuk gaan uitleggen dat je 2 zuigzoenen op je wangen hebt. Nou, dan ben je op dat moment ook niet heel erg trots op jezelf. Dit zijn enkele gênante momenten die ik heb meegemaakt. Ik heb er vast nog wel... Dat was mijn buik. Ik heb er vast nog wel meer. Als ik er nog op een paar kom, wil ik best wel graag een deel 2 maken. Als jullie dat natuurlijk ook leuk vinden. Nou ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wat jouw meest gênante moment is. Laat het hier beneden achter in de comments. Daar kan ik altijd heel erg hard om lachen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En tot snel weer. Doei doei.